Op 30 mei 1940 liep op het Hollands Diep, vlak tegenover Willemstad, een Rijnaak met Belgische krijgsgevangenen op een mijn. 164 van hen kwamen om het leven. Nu, precies 10 jaar later, wordt op de plaats van de ramp, welke gemarkeerd is door een boei met een rouwvlag, aan boord van een schip een heilige mis opgedragen. Vele nabestaanden der slachtoffers zijn hierbij tegenwoordig. Smiddags is er in Willemstad een tweede plechtigheid. Dan wordt in aanwezigheid van vele Belgische en Nederlandse autoriteiten het aan de oever van het Hollands Diep nieuw aangelegde Erekerkhof geopend. De Belgische minister De Weesouwer onthult het monument. Namens de koningin legt vice-admiraal Rost van Tonningen een krans. Namens de Belgische regering minister De Weesouwer. Na de opening van het Erekerkhof wordt op de plaats van het ongeluk nog een krans om de boei gehangen. Een laatste hulde aan de 164 Belgische jonge mannen die hier in de golven van dit Hollandse water een tragische dood vonden.